Goedendag Arnof. Welkom op deze unieke locatie. Dankjewel, boven bijzonder. Hotel Nemma, van Daxhalen. Ja. Ik kan je vragen wat ik moet gaan doen, maar ik heb erg wel een vermoeden dat ik gewoon doorga op het kapsel wat ik al een keer eerder had geknipt. Ja. Tenzij je zegt van nou, het zomer komt eraan, dus verras me. Nee hoor, het mag goed kort, maar wel op de manier zoals gebruikelijk. Je hebt al wat ervaring met tv volgens mij, hè? Niet de eerste keer? Nee, niet de eerste keer, maar ook niet heel erg vaak hoor. Nee. En zeker niet op deze manier. Nee, want als jij de interviews die je hebt gehad, dat was dan werkgerelateerd en niet ergens op een dak. Nee. Waar heb je dan, wat zijn de locaties geweest van je tv-momenten? Nou, dat was eigenlijk vaak bij een laadpunt voor een elektrische auto. Ja. Bij een elektrische auto of met een elektrische auto. Ja. En dat was eigenlijk door het hele land. Ik ben 2009 begonnen bij een stichting, de stichting E-Laad. Ja. En die heeft toen zeg maar, door het hele land laadpalen voor elektrische auto's neergezet. Ja. Een paar jaar lang. En helemaal in het begin was dat nog zo bijzonder dat je, dat kwam de burgemeester zijn bed uit om samen met ons dan een laadpunt te openen. We staan in Nederland nu pak een beet 7000 oplaadpunten voor elektrische auto's. 7000 publieke, dus in de openbare weg. Ja. En nog heel veel meer, 50.000, 60.000 op privéterrein bij mensen thuis. Dus het zijn er inmiddels al heel veel en het is ook niks bijzonders meer. Het is nog niet genoeg, maar het is al heel veel. En ook hier in Nijmegen staan er tientallen inmiddels. En ook in garages al best veel. Maar wat doe jij eigenlijk precies? Nou, ik ben de directeur van de stichting E-Laad. Ja. En wij werken met 40 mensen ongeveer. Heel enthousiast aan alles wat met elektrisch vervoer te maken heeft. Ja. En die stichting die is in het leven geroepen door de Nederlandse netbeheerders. Ja. Zeg maar degene die over de kabels in de grond gaan. Ja. En al die elektrische auto's die hebben nogal wat gevolgen voor die kabels in de grond. Want er wordt natuurlijk ongelooflijk veel meer elektriciteit gevraagd door die elektrische auto's. Ja. En dat moet wel allemaal kunnen. En dat betekent dat dat er dikke kabels moeten komen. Aha. Maar het betekent ook dat er af en toe gewoon slimme oplossingen bedacht moeten worden. Want het probleem is vooral het moment van inschakelen. Hè? Dus dat piekmoment. Ja. En wat je niet wil als netbeheerder, als verantwoordelijke voor het net, dat iedereen dat op hetzelfde moment doet. Want dan krijg je een enorme piekbelasting. Ja. Dat kun je een beetje vergelijken met je huis. Hè? Als je thuis op precies hetzelfde moment alles aanzet. Ja. Dan vinden jouw stoppen dat ook niet leuk. En eigenlijk is dat op landelijk vlak niet anders. Dus wij proberen slimme dingen te bedenken, zodat die elektrische auto's niet allemaal op hetzelfde moment geladen worden. Of af en toe iets meer en af en toe iets minder laden. Zodat de centrales die je hier op de achtergrond ziet, ook gewoon overeind kunnen blijven. En, de kabels niet gaan gloeien en de lampen niet uitgaan. Ik hoorde een tijdje terug ook van de klant, ik weet, dat zal je dan vast wel weten, maar die vertelde me, ik weet even ook niet meer wat van achtergrond was, maar die vertelde vanaf 2025 mogen alleen nog maar elektrische auto's verkocht worden. Ja, dat was Motie Vos was dat, die heeft dat geprobeerd, alleen dat is er niet doorheen gekomen, niet zo hard geformuleerd. Ja. Ze hebben er het streven naar van gemaakt. Maar inmiddels is het wel zo dat bijvoorbeeld de gemeenten in Nederland die hebben al afgesproken dat vanaf 2025 er alleen nog maar elektrische bussen rijden. Okay. Hè, dus daar zie je al dat het heel hard gaat. En ik denk dat voor de gewone personenauto's, je hebt al milieuzones. Hè? Als je in Utrecht met een vervuilende diesel de stad in rijdt, dan word je er al uitgeduwd. Hè? En dat zul je straks. Ja, nou ja, in ieder geval. Mag je straks met een elektrische auto op sommige plekken wel komen, waar je met een dieselauto niet meer mag komen. Hoe staan de oliemaatschappijen hierin? Wat vindt Shell van jullie verhaal? Nou, die verdienen natuurlijk nu nog steeds de meeste centjes met benzine en diesel. Ja. Maar die worden langzamerhand ook wakker. En die zien ook dat
de toekomst is gewoon elektrisch. Ja. En die zijn nu ook allemaal plannen aan het maken om bij hun tankstations snellaadpunten te maken. Hè. Dus ja. Dat als je met je auto wil tanken, dat je dat daar ook kunt doen. Dus Shell en BP en andere merken die zijn daar nu druk mee bezig. En je ziet dat daar natuurlijk ook wel concurrentie is. Hè. Dus je hebt, ik weet niet of je ze wel eens gezien hebt, die gele bogen. Ja, ja. Dat is een Fastnet. Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk een hele nieuwe, interessante club. Die probeert gewoon een nieuwe business te doen daar. Hè? Hey, dat staat los van het elektrisch rijden, maar wat... hoe lang duurt het voordat de zelfrijdende auto gewoon op de weg kan rijden en gewoon vol autonoom mij kan ophalen vanuit hier en naar huis kan brengen? Ja. Nou, ik denk dat tot nu toe al die ontwikkelingen, hè, die gaan allemaal sneller dan mensen voorspellen. En ook dit, hè, ik denk dat iedereen zegt over 5-6 jaar dan, iedereen zegt over een jaar of 10, maar ik denk dat over een jaar of 5 vinden we het al heel normaal. En ik hoorde gisteren iemand vertellen dat in Dubai op dit moment er proeven lopen waarbij je met een appje een taxi bestelt. Die komt uit de lucht. Echt? Echt. Daar stap je in en die brengt jou van A naar Z. En dat gebeurt al nu, vandaag. Dat gebeurt gewoon nu. Dat gebeurt nu. Maar niet voor de normale, dat is meer voor die oliesheiken denk ik dan. Of is het gewoon echt voor de normale burger die in Dubai woont? Nou, die... dat zal ook wel eerst voor die, maar ja, ik weet niet of die daar aan meedoen, die sheiks. Maar het gebeurt gewoon. Dus als het daar straks kan, dan gaat het daarna heel snel ook op andere plekken. Dus die ontwikkelingen gaan razendsnel. Ja. En ik weet ook dat ze bij Rijkswaterstaat en zo zijn ze ook heel druk aan nadenken over hoe ze dat dan moeten organiseren. En ook met elektrisch vervoer is dat ook weer best spannend om te zien dan hoe dat dan gaat. Want als jij straks geen eigen auto meer hebt. Ja. En je roept die auto op en die brengt jou ergens naartoe en vervolgens gaat die auto, die parkeert zichzelf, die laat zichzelf op een inductieplaat. Ja, dan, weet je, dan gaat de straat er heel anders uitzien hoor. Want bij mij in de straat is het nu hartstikke vol met auto's. Ja, ja dat, de helft is straks staat er niet meer. Maar dat duurt nog best wel lang toch? Dat gaan wij nog wel meemaken hoor. Ja, maar niet over 10 jaar denk ik. Nou, ik denk dat dat binnen nu en 10 jaar wel gaat gebeuren. Ja, dat je gewoon echt gaat zien dat je auto's in één keer... Maar dan krijgen we... Over 10 jaar dan wordt het een stuk rustiger in de staat. Ja, denk ik echt. Ja. Rij jij al elektrisch, DJ? Nee. Ik heb gewoon nog benzine. En ik zou wel een Tesla willen hebben, maar het is mij ietsjes te duur. Ja. Nee, maar zeker. Ik bedoel, als dat gegeven moment toegankelijker wordt, dan zou ik zeker wel willen overstappen, absoluut. Maar dan zou ik wel eentje willen die ook kan vliegen of zo. Hè? Niet alleen maar rijden, maar die dan ook gewoon van het dak kan ophalen. Ja, zeg maar. Nou ja, wie weet. Hè? Ja, en wat dan vervolgens heel spannend wordt. Kijk, we zijn alles aan elkaar aan het verbinden. Hè? Dus die auto's die worden mobiel. Hè? Dus zo'n Tesla die hangt gewoon aan het internet. En dat zullen andere auto's ook gaan doen. Ja. Maar die auto die gaat straks ook weer communiceren met je huis. Hè? Want je gaat je lampen die gaan straks branden op de batterijen van de auto. En dat moet allemaal met elkaar praten. Die lampen die gaan branden? Nou, een Tesla, daar kun je de accu van een Tesla kun je ongeveer een week lang in je huis alles elektrisch van doen. Dus wassen, lampen, televisie. Ja. Nou, straks wordt dat gewoon lekker aan elkaar gekoppeld. En dan... als jij stroom over hebt in je auto, als je dat zelf kunt gebruiken, dan hoef je dat weer niet in te kopen. Dus dat gaan mensen doen. En loopt Nederland een beetje voorop wat betreft innovatieve ontwikkelingen? Ja? Ja, wij zijn eigenlijk in 2019, toen we de tour begonnen, liepen we voorop met aantallen laadpalen. Nou, dat is inmiddels niet meer zo. Toen kwamen de elektrische auto's, daar hebben we ook heel lang heel erg voor aangelopen. Ja. En wat je nu ziet is dat wij heel erg voorop lopen met slim laden, met smart charging. En dat is eigenlijk wat ik net zei, hè, dus dat je die auto gaat laden of omladen
eigenlijk op het allerbeste moment. Hè? Dus eigenlijk op het moment dat bijvoorbeeld hard waait, ja, of veel zonne-energie is, dat je probeert juist die energie in die auto te krijgen en niet de energie van de kolencentrale. En daarmee ben je en duurzaam bezig, en voor ons als netbeheerders is het dan weer interessant dat wij dan dat de piek binnen dat net dan op dat moment het minst hoog is. Hè. Die kunnen we een beetje uitbalanceren, zoals we dat noemen. Ja, als je vraag en aanbod mooi op elkaar kunt afstemmen, ja, dan hou je meer capaciteit over. En de kennis die hier wordt vergaard, wordt die ook gedeeld met andere partijen vanuit andere landen? U had het over Dubai, vliegende auto, taxi. Zijn er partijen die dan hier naartoe komen om wat informatie te doen of wat kennis uit te delen? Of is het toch weer beschermd? Beschermen jullie de informatie of verdelen jullie dat met... Wij zijn een netbeheerdersorganisatie, dus we hebben geen commercieel oogmerk. Ja. En dus alles wat we doen, dat delen we echt met iedereen. Ja. En we hebben echt de afgelopen jaren echt van partijen over de hele wereld mensen over de vloer gehad en nog steeds. En ook via internet delen we eigenlijk alles wat we doen. Schrijven ook heel veel, maken ook heel veel wat je dan noemt papers in het Engels, die weer her en der gebruikt worden. En we hebben bijvoorbeeld binnen ELAAT hebben wij een standaard, zeg maar even, het wifi van de laadpaal bedacht. Ja. Zo'n laadpaal die communiceert met een back-office, met een systeem. Ja. En daarvoor hebben wij een taal geschreven, een standaard gemaakt. Mm-hmm. En die wordt op dit moment over de hele wereld gebruikt. Oké. Okay. En dat komt toch gewoon uit Arnhem, uit Nederland. Ja, heel gaaf. Ja. Mooi. Ik ga waarschijnlijk over een week of twee met minister Kamp naar China toe. Doe maar. Om ook weer over Nederland en elektrisch laden en dat soort dingen te praten. Omdat we voorop lopen. Dus, het is fijn dat je me daar even geknipt hebt. Ik had je eigenlijk dus moeten interviewen nadat je terug. Ja. Dan kom je wel vaker in contact met politici. Mag je ook wel eens misschien in de Kamer een verhaal doen over wat jullie allemaal doen? Ja, heb ik ook een keer mogen doen. Dat vond ik wel een hele bijzondere ervaring, moet ik zeggen. Maar nee, dat klopt. Kijk, de politici zijn natuurlijk ook een mening aan het vormen over hoe ze hiermee om moeten gaan. Ja. Want wetten, daar staat natuurlijk nog niks in, want die worden altijd achteraf geschreven. Ja. En het gaat zo ongelooflijk hard, hè, dat politici zich ook graag in hoorzittingen en zo laten informeren over waar ik naartoe ga met elektrisch vervoer, waar ze op moeten letten enzovoort. Dus ik heb inderdaad een keertje, vond ik wel bijzonder, daar een keer mogen zitten. Ja. En verteld over hoe wij als ELA, dus kennis- en expertisecentrum, daar over denken. Okay. En, daar begint ook langzamerhand besef door te dringen dat ze daar iets voor mee moeten. Hm. Ja, en dat is wel heel goed. Maar goed, aan de andere kant, het is een van de vele dossiers. Dus je moet ze wel helpen. Je moet ze helpen met kennis. Ja. En dat proberen we ook te doen. Ja, leuk, wel heel divers. Het is niet zo dat je maar achter je laptop bezig bent met het uitwerken van ideeën, maar je komt nog eens ergens. Ja, mooi. Nee, het is erg leuk. En voor de kijker die aan het twijfelen is om misschien elektrisch te gaan rijden, heb je nog misschien een tip? Of voor diegenen die al elektrisch rijden, is er een tip die je kan geven? Ik zou beginnen met gewoon een keertje doen. Dus als je iemand kent die een elektrische auto heeft, vraag gewoon of je een keertje mag rijden. Want het is eerst al gewoon het gevoel. Hè. Je hebt minder geluid, minder trillingen van de motor. Dus het is een hele prettige manier van rijden. Wees ook wel kritisch. Hè. Als je elke dag als vertegenwoordiger 400 kilometer moet rijden, dan zijn er gewoon nog niet zoveel elektrische auto's waar je dat mee kunt doen. Tesla die haalt dat toch wel? Ja, maar dat is meteen ook een hele dure auto. Okay. Maar als je niet zoveel rijdt, of als tweede auto, is het op dit moment best interessant als je het kunt betalen. Ja. Om een elektrische auto te rijden. Dus, Oké. Ik dank je voor het gesprek. Ja, leuk gesprek. Ja, dank je.
En ik zie jou waarschijnlijk weer de volgende keer. Wanneer ga je weer wegrijden? Over 2 weken. Ja, dan hoor ik verhalen graag. Daarna voor de paard. Even de nekhaartjes. Dus.